De intentie is om cultuur en food hier sterk te maken. Veghel heeft de Veghel is gewoon de voedingsstad van Nederland, zoals ik dat graag zie. We hebben hier de Mars, de grootste chocoladefabriek van de wereld, maar nog veel meer met Jumbo en Sligro en allerlei bedrijven. En we doen er eigenlijk niks mee. En nou willen we voeding, het onderdeel voeding, eigenlijk de drager maken van het cultureel complex wat we hier willen realiseren. Ja, door de ontstaande coöperatie is er een landbouwgeschiedenis geschreven in heel Nederland. En als je eigenlijk ziet wat er uit de coöperatie van de NCB ontstaan is, nou, dan is dat gigantisch. Er zijn scholen, er zijn DMV Campina, de melkfabrieken die zijn er gekomen, de slagerijen, NCB zijn er gekomen, ja, noem maar op. Dus ze hebben hier echt geschiedenis gemaakt. De historie van dit bedrijf is dat de boeren samengegaan zijn. De handel die werd vooral bepaald door handelaren. En toen zijn de boeren die betaalden dreigen bont en blauw aan die handelaren. Die zijn toen samen gaan spannen. En ook Pater van der Elst is daar een van de gangmakers in om een coöperatie op te richten. En toen zijn ze eigenlijk in Veghel terechtgekomen. Omdat wij daar eigenlijk een hele goede verbinding hadden. Zowel via het water, het spoor. En via tramverbindingen. Nou, het moet eigenlijk een attractiepark op het gebied van voeding worden. Dus daar hebben we het over horeca. We willen het water erbij betrekken met bootjes. Een verblijfsgebied met proeverijen, productontwikkeling. Consumenten die hier ook gewoon kunnen kopen en kunnen cursussen kunnen volgen. En een culturele omgeving die dat op een hele sterke manier ondersteunt. Hier werd vooral granen ingekort en vermalen en een goede prijs voor gemaakt voor de boer als klant. In de loop van de tijd zijn de processen anders geworden. Zijn ze meer gaan malen, maar ze zijn ook gaan persen. Ze zijn korrels gaan persen, ze zijn koeken gaan persen. En ja, dat is eigenlijk de grote handel die ze vooral gedaan hebben. In de toptijd, maar dan moet ik zuiver over voeders praten, dan denk ik dat wij hier met z'n 1500 man personeel zaten in die tijd. In het verleden was het afzetgebied waren de bisdommen, bisdom de Breda en bisdom Den Bosch. Later zijn we door heel Nederland gegaan. Toen hebben we ook een NV-structuur gekregen. En de coöperatie was gebonden aan de grenzen van de bisdommen. En doordat ze dus een NV geworden zijn, hebben ze heel Nederland kunnen bestrijken. En zijn ze zachtjes aan de wereld ingegaan, Duitsland, België, overal naartoe. Ik heb het meeste met de koekbouw als plek voor mezelf. En dat komt eigenlijk voort uit het feit dat wij in 2008 hier een rondleiding kregen in de aanloop van de verkoop van de CFV van deze locatie. En toen wij daar doorheen liepen, toen zeiden we van ja, maar die kunnen we toch eigenlijk helemaal niet afbreken. Waarom is dit geen monument? Daar zit hem vooral in de sporen die je daar ziet, dat daar 90 jaar noeste arbeid is geleverd. En dan denk ik terug aan
waar mijn opa vandaan komt als boer. En dat was vroeger de keuterboer die, zou maar zeggen, door de CRV eigenlijk ook in aanzien groter werd. En die sporen die zie je daar nog echt terug, dat je daar die kracht van die industrie van de CRV hier zo mooi aan leest. Voor de ontwikkeling van Nederland is de boerenorganisatie eigenlijk altijd heel belangrijk geweest. Het wordt nu een klein beetje vergeten op dit moment in Nederland, want de boeren willen ze steeds verder terugbrengen. Maar als er de boer niet geweest was, dan denk ik niet dat wij dit Nederland gehad hadden, maar ook niet dit Brabant gehad hadden.